Een glazenwasser die aan het werk was bij een kantoorpand aan het Takenhofplein is woensdagmiddag door de brandweer uit zijn hoogwerker gehaald. We zijn gealarmeerd als brandweer omdat er een glazenwasser vast zat in zijn kootje hier in het pand achter mij. Het kootje was geblokkeerd en wij hebben als brandweer de glazenwasser bevrijd uit zijn benarde positie. Hij heeft ongeveer anderhalf uur erin gezeten. Hij heeft eerst een uur zelf geprobeerd eruit te komen. En toen dat niet lukte, hebben ze uiteindelijk toch de brandweer gealarmeerd. En wij hebben hem met een kwartiertje, 20 minuten, hebben we hem eruit gehaald. Nee, de oorzaak is niet bekend, want ze zijn de hele ochtend al bezig. Dat was het laatste stukje van het gebouw. Dus hij heeft eigenlijk de hele ochtend feilloos gewerkt. En net het laatste stukje blokkeerde de motor. En hoe dat gekomen is, daar hebben wij geen zicht op.